Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Spiens Cravings. Het is natuurlijk bijna nieuwjaar, dus we gaan lekker oliebollen maken vandaag. Ik heb hier een klein sauspannetje. Die gebruik ik om de melk eventjes te verhitten. En die wil ik eigenlijk gewoon een beetje lauw hebben om het gist te activeren. Ik heb hier een zakje droge gist. Kan je gewoon in de supermarkt kopen. Super makkelijk. Bij die melk gaan we dan nu de suiker doen. Dus die doe ik erbij. Nog een zakje vanillesuiker. Zo, dit roeren we dan eventjes door. En als je het idee hebt dat die wel warm genoeg is, dan zet je het vuur uit. Dan heb ik hier dat zakje gedroogde gist. Die doe ik erbij en dat roer ik dan door. En dit laat ik dan even 10 minuutjes staan. Ondertussen kunnen we alvast de zout door het bloem mengen. Zo, hier gaat ook een eitje bij. En dan pak ik de melk erbij. Even goed doorroeren. En dan ga ik beetje bij beetje zo de melk erbij doen. Zo, en roer dit goed door. Er mogen natuurlijk geen klontjes in zitten. Zo, als je dit gedaan hebt, dan zet je hem opzij. En dan laat je hem een uurtje rusten met een theedoek eroverheen. Maar ik heb dit natuurlijk al een keer gedaan. Dus we hebben hier ons beslagje. En dan zal je zien dat hij zo mooi gerezen is. Ik ga twee verschillende beslagjes maken. Dus ik ga de helft ga ik in deze kom doen. En de ene helft doe ik met een beetje rum en ananas. Dus dit roer ik er voorzichtig doorheen. En de andere die doe ik met appel, kaneel en cranberries. Dus de ene is wat tropischer en dit zijn echt lekkere warme wintersmaken. Oké, dan heb ik hier een ijsschep en daar ga ik de oliebollen mee maken. We beginnen met de ananasbollen. Gebruik niet te veel in één keer en dan laat ik het er zo invallen. Ik maak er ongeveer 3 tegelijk. Het duurt ongeveer 6 minuten voordat je oliebollen goed gaar zijn. En na 3 minuten moet je ze eventjes omkeren. Dus ik heb hier een bak met een beetje papier erin en daar ga ik ze dan zo meteen in laten uitlekken. Oké, deze zijn klaar. Dus die haal ik eruit. Kijk, ze zijn goudbruin, maar iets bruiner eigenlijk. Gewoon precies hoe oliebollen eruit horen te zien. En dan gaan we gewoon even lekker door met bakken. Nou, die met ananas en rum heb ik nu gedaan. En dan ga ik nu verder met de appel en cranberries. Ik dacht, ik probeer het nu een keer om er meerdere tegelijk in te doen. En het gaat eigenlijk best wel goed. Nou, ik heb bij deze dus cranberries erin gedaan. Dus je kan makkelijk het verschil zien tussen de ananas en de appel. En zo heb je een heerlijke schotel of schaal vol met oliebollen. Ik ga er natuurlijk wat poedersuiker overheen doen, want dat kan niet missen. En ik wens jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en hele fijne feestdagen. En ik zie jullie in het nieuwe jaar natuurlijk weer. Ik ga even proeven. Lekker. Lekker met die kaneel ook. Doei doei.